In september organiseren we hier op de Universiteit Leiden de verdiepingscursus crisiscommunicatie. Ben je in je werk direct of indirect bezig met communicatie? Wil je meer weten juist over de rol van communicatie in tijden van crisis? Beschik je over medior of senior werkervaring? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Crisis zijn heel divers. Denk bijvoorbeeld aan aanslagen wereldwijd, hè, waarin je publiek leiderschap ziet van presidenten of premiers die de situatie onder woorden brengen, of burgemeesters van de steden die getroffen zijn, die de chaos onder woorden brengen, mensen ook proberen mee te nemen met een stad die in shock is en hoe gaan we hier met z'n allen uitkomen. Bij de coronacrisis zag je opeens ook hele andere aspecten van crisiscommunicatie die veel belangrijker waren dan misschien wel in heel veel andere type crisis. Opeens was de gedragscomponent veel belangrijker om mensen te overtuigen dat ze bepaalde dingen moesten doen of juist niet moesten doen. Thuisblijven bij klachten, afstand houden, dat soort zaken was bij de coronacrisis veel belangrijker en had weer hele nieuwe uitdagingen voor het vak. Tijdens deze cursus gaan we in op verschillende facetten van communicatie in tijden van nood. Hoe behoud je het draagvlak of hoe creëer je het draagvlak als je te maken krijgt met een crisis? Wat is de impact van je crisiscommunicatie op de reputatie? Hoe kijkt die buitenwereld eigenlijk tegen jou aan als je met een crisis wordt geconfronteerd? En hoe kun je ze ook betrekken in de hele communicatie en de nasleep? Samen gaan we de verdieping in. Ben je enthousiast geworden over deze verdiepingscursus? Schrijf je in en dan zien we je graag in september hier op de universiteit.